Weet je wat heel jammer is? Het enige talent van Enzo Knol heeft alleen maar in je zus gezeten. Mijn naam is Noah Joy en vanavond gaan twee influencers elkaar murderen. Hier, in deze arena. Uber Twin Games, na deze ghost battle ga jij het niet meer halen. Je gaat lekker uithuilen bij je mama, je moeder. Nees, je doet je altijd voor als de grote. Maar van binnen ben je een klein jongetje. Ik ga je helemaal kapot maken. Je gaat huilend naar huis. Je moeder. De ultieme battle. Face-to-face. Strijden om de titel meest grofgebekte, hardste en natuurlijk grappigste influencer van Nederland. Ik doe dit niet alleen. Ik word ondersteund door een bloedmooie vrouw. Yo mama herself, Shanna. Dit is jouw show. Dit is je moeder. En heren, in deze arena hebben we twee echte soldaten. Shanna, wie hebben wij vandaag in de battle? Aan de ene kant een geboren YouTuber en hij heeft zijn kop speciaal kaal geschoren om vandaag extra intimiderend over te komen. Uber Quinn! Mijn naam is Quinn, ik ben 18 jaar, ik kom uit Zeist. En jullie kunnen mij waarschijnlijk wel kennen van het kanaal Uber Quinn. En aan de andere kant iemand die ervan houdt om mensen aan het lachen te maken. Maar vandaag laat hij zich van zijn slechtste kant zien. Meestik! Ik ben Mees, ik ben 17 jaar oud, ik kom uit Zeist. En mensen kunnen mij kennen van voornamelijk de video's van Don en mijn eigen Insta en YouTube kanaal. We gaan op zoek naar de hardste trashtalker van deze avond. En dat gaan we door middel van een aantal rondes doen. Shanna, hoe gaan we dat doen? We beginnen met ronde 1, de je moederronde. En hierbij mag jullie elkaars moeder volledig kapot maken. Zijn jullie klaar? Let's go! Oké, mannen, ronde 1. Het is de bedoeling dat jullie hierna nog wel met z'n tweeën door één deur kunnen. Alhoewel, Mees, als ik naar jou kijk, is dat sowieso moeilijk. Maar daarbij mag jij wel het spits afbijten en ronde 1 aftrappen. Hit it. Jouw moeder is zo dik. Hoe dik? Ze is net een vrachtschip. Sterker nog, ze is laatst gekaapt door Somalische piraten. Hey! Takkie takkie! Jouw moeder is zo dik dat ze haar postcode verward met haar gewicht. Jouw moeder is zo dik. Hoe dik? Haar stuntdubbel is Free Willy! Jouw moeders kut is zo uitgewoond, het lijkt wel een wenspunt. Mannen twijfelen of ze haar moeten neuken of dat ze er een muntje in gooien. Jouw moeder is zo dom. Ze voert konijnen Duracell-batterijen! Maar Mees, jouw moeder is zo dik, als ze meedoet aan atletiek, is zij het matras. Jouw moeder is zo dik, haar bijnaam is Jabba de Pizza Hut. Jouw moeder is echt zo dik, echt zo dik. Stropers willen haar slagtanden. Mannen, 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 wat heb ik genoten van jullie moeder jokes. Dit was ronde 1, maar we hebben er nog 2 te gaan. Dus Shanna, wat gaan we doen in ronde 2? De jongens zijn al 17 jaar vrienden, maar of zij de 18 zullen halen? We gaan het zien in ronde 2, de persoonlijke ronde. Jongens, zijn jullie er klaar voor? Let's go! Mannen, het is wel duidelijk. Jullie steunen elkaar door dik en dun. Mees, jij begon de eerste ronde. Quinn, jij mag Mees in deze persoonlijke ronde helemaal afmaken en beginnen. Sporten is toch jouw hobby?
Maar de laatste keer dat ik checkte, was een eetwedstrijd geen sport. Jij hebt je hond Bumper genoemd. Dat komt omdat je heel erg graag Bumper kleeft. Jouw favoriete standje is ook op zijn hondjes, toch? Nou, nu zeg. Ja, dat zei Dee laatst ook. Jij wel. Je wilt toch zo graag beveiliger worden? Maar de enige manier hoe jij iemand kan arresteren is door erop te gaan zitten. Nee, wacht, wacht, wacht. Nee, grapje. We willen hem natuurlijk niet doodmaken. Ik heb gehoord, je houdt van experimenteren. Maar misschien moet je ook een keer met vrouwen gaan experimenteren om je maagdelijkheid te gaan verliezen. Jij houdt veel van volgers, toch, Mees? We weten allemaal, je houdt veel van volgers. Je bent echt, echt een influencer. Maar eigenlijk, het enige wat jij echt influence, is de inkoop van een shawarma-tent. Weet je wat heel jammer is? Het enige talent van Enzo Knol heeft alleen weer in je zus gezeten. Mees en Quinn, dank jullie wel voor deze persoonlijke ronde. Jullie hebben elkaar afgemaakt, maar er is nog één ronde te gaan. En Shanna, wat is dat? Yes, we zijn aangekomen bij de allerlaatste ronde, de knock-out ronde. Hierbij gaan we zien wie de dikste trash talker is van vanavond. Maar ja, als ik zo naar jullie kijk, dan is dat wel duidelijk. Let's go, jongens! Mannen, de knock-out ronde, de belangrijkste ronde van deze battle. Maar de vraag is, wie gaat er beginnen? Is dat de dikke of de deuner? Okay. Quinn, jij mag de knock-out beginnen. Mees, je bent zo dik, echt zo dik. Je wordt zelfs op Insta gevolgd door fastfoodketens. Wanneer ga je nou een keer afvallen, man? Kom op. Zelfs je moeder wilde dat je afviel. Ze heeft je namelijk geprobeerd te duwen van een balkon. Mees, je hebt veel volgers. Maar je had nog veel meer volgers kunnen hebben als je die stiekem een seksvideo van je zus had laten lekken. Maar die had je zo nodig om er zelf op te rukken. Ga je hem ook naar mij sturen? Want ik wil je zus ook neuken. Mannen, dank jullie wel voor deze battle. Geef ze een warm applaus. Mannen, de rondes zijn voorbij. Jullie hebben elkaar helemaal kapot gemaakt. Jullie moeders verkracht. Dat betekent dat we nu zijn aangekomen dat we de hardste trash talker van de avond moeten gaan kiezen. En dat gaan Shanna en ik nu doen. Wat vonden we ervan? Zo, deze vond ik echt goed. Weet je wat ik echt leuk vond? Het zijn toch twee hele goede vrienden. Maar dat ze dan zo hard op elkaar gaan. Zeker, zeker. Dat vind ik wel heel erg leuk. Geen genade. En ik moet je eerlijk zeggen, de eerste ronde vond ik Quinn wel heel erg leuk met die wenspet grap. Welke grap vond jij nog sterk van ze? Nou, ik vond die grap van Mees over de zus van Quinn ook wel echt heel leuk. Ik vind die zus van Quinn ook heel leuk. Oké, okay. Volgens mij moeten we een winnaar gaan bekendmaken, of niet? Ja. Wauw, dit was een battle. Jullie zijn een stelletje soldaten. Jullie hebben grappen uit de kast gehaald. Gruwelijk. Yes, Mees, jij was echt super in je moederronde. Dat heb je goed gedaan. Zeker, maar. Eerlijk, Quinn, ik moet wel toegeven, die persoonlijke ronde, daar was je het sterkst. Als ik dat optel, heb jij de eerste ronde gewonnen, jij de tweede ronde. Dus wie heeft het dan gewonnen? Dankzij die knock-out ronde. Shanna, hou ons niet in spanning. Wie is het? De winnaar van deze battle is geworden... Deze keer heb je gewonnen. Heel goed gedaan. Ik had het nog een beetje mild gehouden. De volgende keer pak ik jou drie keer zo hard terug. Je moeder! Kom hier, bro.
Quinn, je hebt verloren. Het is je eigen schuld, je was niet goed. Het was gewoon eigenlijk helemaal kut. Gaan we lekker uithuilen bij mama en ga snel naar huis. Je moeder! Welke grap vond jij nou het best of het slechtst? Laat het ons weten in de reacties. En abonneer natuurlijk op MTV Nederland, zodat je geen enkele aflevering hoeft te missen van je moeder. Dit is jouw show. Dit is je moeder!